En met deze dan zou ik willen afsluiten door met heel veel plezier dokter Friedel Sinave aan te kondigen, die ik al een hele tijd ken, die haar opleiding begonnen is als algemeen chirurg, die eigenlijk geswitcht is, zo noemen we dat, naar de orthopedie, die in Leuven eigenlijk jaren de rechterhand geweest is van professor Samson, die jammer genoeg gestorven is, en die nu eigenlijk sedert anderhalf jaar als kliniekhoofd de dienst wekendelentumoren runt in UZ Gasthuisberg. Pathologie die, en dat zullen jullie straks wel zien, zeer correct moet aangepakt worden, waarbij, en dat weten we natuurlijk binnen de oncologische chirurgie, dat we als chirurg maar één kans hebben, maar binnen deze pathologie nog belangrijker, heel vaak ook, maar dat gaat ze ook wel aantonen, jonge patiënten. Dus ik geef heel graag het woord aan Friedel. En ik ben ongelooflijk blij dat zij hier voor ons vandaag wil komen spreken. Alsjeblieft, Friedel. Goedemiddag iedereen. Voor mij is het ook een genoegen om hier in Brugge voor jullie te staan, want dat heeft Tom niet vermeld. Ik ben van Roeselare afkomstig, dus ik voel me eigenlijk een beetje meer thuis hier dan in het Leuvense, moet ik zeggen. Ik ben inderdaad ondertussen sinds 2007 als orthopedisch chirurg bezig op de campus Spellenberg in het UZ Leuven. En daar houd ik mij exclusief bezig met de orthopedische oncologie, de bot- en de wekendelentumoren. Er is gevraagd iets te zeggen over de behandeling. En hiervan dan al een heel kort overzichtje van wat aan bod zal komen. Ik vond het belangrijk om zeker te starten met het aan te halen dat niet alle letsels behandeld moeten worden. Er zijn een aantal letsels, zowel in het bot als in de wekendelen, die wij in het jargon de leave me alone lesions noemen en die dus eigenlijk geen behandeling vergen. Dat is belangrijk om te weten. Soms worden mensen vrij urgent met dergelijke letsels doorverwezen. Zijn de mensen eigenlijk al min of meer voorbereid op een ingreep en dan komt het eigenlijk een beetje als een anticlimax dat we daar niet de behoefte hebben en er ook geen noodzaak is om daar iets aan te doen. En dan verder zal het natuurlijk wel gaan, zowel over de bot- als wekendelentumoren, over de behandeling van de maligne en benigne entiteiten. Misschien toch eerst een klein beetje schetsen waar de kwaadaardige tumoren van het musculoskeletaal stelsel gelokaliseerd zijn. Er zijn daarbij twee problemen. Voor eerst zijn die tumoren zeer zeldzaam. Dan hebben we het over de maligne. En dan hebben we een frequentie van ongeveer 1 op 100.000 per jaar voor de bottumoren. En 2 tot 3 per 100.000 per jaar voor de wekendelentumoren. Dan heb ik een paar grafiekjes gedownload van de Belgian Cancer Registry. Ik weet niet of dat het voor jullie leesbaar is. Maar hier is een grafiekje van prostaat. Daar zitten we aan een grote orde van 140 à 160 per 100.000. Borst, lage frequentie natuurlijk voor de mannen, maar voor de vrouwen ook tussen 140 en 160 per 100.000. Long- en colorectale kankers, 90, 60 à 70 per 100.000. Andere grote orde, maar toch nog vrij frequent. En dan hebben we hier de afbeelding van de bottumoren, maligne bottumoren. Daar zitten we helemaal in een andere categorie. Hier zit 0, daar zit 2. Dus we zitten inderdaad tussen 1 à 2 gevallen per 100.000. Voor de wekendelen, sarcomen, heb ik ook geprobeerd een grafiekje te vinden via deze site, maar dat vond ik zelfs niet. Dus zeldzaam. Tweede probleem hier is dat we niet alleen met zeldzame pathologie te maken hebben, maar ook met zeer diverse pathologie. Ik heb het nog gehouden op de 2002-editie van de WHO-classificatie. Maar daarin ziet men, de morfologie van de tumor wordt met 4 karakters beschreven. En dan eigenlijk na de slash komt 0, 1 of 3. 0 zijn de goedaardige letsels, 1 zijn de borderline letsels en 3 zijn de maligne letsels. En dan ziet u dat we eigenlijk binnen die zeer, zeer zeldzame groep van de bot sarcomen nog met 25 verschillende soorten tumoren zitten. En wat betreft de wekendelen sarcomen met 35 verschillende soorten. Dus dat geeft eigenlijk al een beetje aan hoe divers de aanpak zal zijn, hoe divers de pathologie is.
Dan beginnen we met de categorie van de Leave Me Alone Lesions. Dat zijn dus de letsels die in feite niet behandeld hoeven te worden. Die niet noodzakelijk behandeling vergen, gewoon omdat ze daar zijn. Soms is er wel een behandeling geïndiceerd bij subjectieve hinder of bij complicaties. Maar het is niet noodzakelijk als men een dergelijk letsel vaststelt dat er een behandeling voor ingesteld wordt. Binnen de bottumoren zijn er verschillende voorbeelden. Nitocifere fibroma, ik noem er maar enkele. Osteochondroma, letsels van fibreuze dysplasie, osteofibreuze dysplasie. Dat is interessant om vast te stellen. Nuttig om te weten dat die er zijn, maar die kunnen eigenlijk gewoon geobserveerd worden. Binnen de wekendelentumoren, dat kent iedereen natuurlijk, maar dan gaat het over goedaardige zaken. Lipomen, subcutane lipomen. Hoeveel mensen hebben die niet zonder dat er een behandeling voor nodig is? Schwannomen, vasculaire malformaties. Hier een voorbeeld van een jong meisje. Patellafemorale klachten. Er worden radiografieën genomen van de beide knieën. En daar, postromediale zijde, linker distale femur, wordt er eigenlijk toevallig een letsel vastgesteld dat een nitocifierend fibroma is. Geen enkele behandeling is hiervoor noodzakelijk. Dat gaat geen aanleiding geven tot complicaties. En belangrijk om te vermelden is ook om uit te leggen aan patiënten en de ouders dat daar geen klachten van komen. Want vaak, als er unilaterale klachten zijn en men ontdekt dergelijk letsel, is het eigenlijk ten onrechte dat men daar de klachten aan toeschrijft. En dan moet er eigenlijk een andere oorzaak voor de last gezocht worden en de mensen gewoon gerustgesteld worden dat deze letsels alleen maar opgevolgd moeten worden. Hiernaast een tweede voorbeeld. Dit is ook een patiënt met nidociferende fibromen, maar in een veel uitgebreidere vorm. Het hele linkeronderste lidmaat is aangetast. Dit meisje vertoonde ook een of andere syndromale aandoening. En het spreekt voor zich als er een dergelijke verkorting en een angulatie is opgetreden in het femur, dat het wel nuttig of interessant kan zijn om een behandeling uit te voeren. Een ander soort van Leave Me Alone lesion is een osteochondroma. Ik heb hier spectaculaire plaatjes gekozen van een jongeman met multiple hereditaire osteochondromata. Maar dat illustreert alleen maar, die letsels zijn zo frequent bij dergelijke mensen, dat het gewoon niet haalbaar is om ze allemaal weg te nemen. Dus daar gaan we eigenlijk ook in op de vraag van de patiënten om hier of daar eens een osteochondroma weg te nemen. Vooral als ze hinderlijk zijn, hetzij esthetisch of hetzij door conflict met een of andere omgevende structuur. Maar dus ook weer hetzelfde geval. Soms wordt er bij een kind een solitair letsel vastgesteld en dan worden ze doorverwezen zo van dat moet geopereerd worden. Dat hoeft niet. Als dat letsel geen klachten heeft en het is een goedaardig osteochondroma, dan mag dat in feite ook gewoon ter plaatse blijven. Hier nog een voorbeeldje van de wekendelentumor waar men zich in feite niet al te veel moet van aantrekken. Heel uitgebreid wel. Dit is een vasculaire malformatie. We zitten hier met een doorsnede door het onderbeen. In de tibia ziet men eigenlijk corticale aantasting. Hier dan ook grote vaatkluwens eigenlijk in het posteriore spiercompartiment. Dat is eigenlijk niet chirurgisch te behandelen. Dat zou veel te uitgebreide chirurgie zijn voor goedaardige pathologie. En dat hoeft ook niet echt behandeld te worden als de symptomen maar onder controle kunnen gehouden worden. Dan komen we aan bij de topic van de behandeling, dus letsels die wel behandeling vergen. En dit schema zal nog een aantal keer aan bod komen. Is eigenlijk van Ennekin. En die heeft beschreven welke soorten van chirurgie, technisch dan, naar de marges toe, er aangewezen zijn voor bot- en wekendelentumoren. Deze kant zien we wekendelen, daar bot. Maar in feite is de terminologie dezelfde. Radicale chirurgie is eigenlijk zelden nog nodig. Als het over een spier gaat, dan betekent dat dat het hele spiercompartiment weggenomen moet worden. Gaat het over het bot, dan betekent het dat het hele bot weggenomen moet worden. Door de vooruitgang, vooral ook door adjuvante behandelingen, kunnen we het vaak houden op een wijde behandeling. Qua spier betekent het dat men eigenlijk met een marge rond de tumor gaat. Bot in principe hetzelfde. Marginale resectie, dan gaat men eigenlijk de tumor uitpellen.
Men probeert niet in de tumor terecht te komen, maar het is ook niet specifiek de bedoeling om er een heleboel normaal weefsel rond te laten. En laatste behandelingstype is intracapsulaire of translesionele behandeling, waarbij men in feite rechtstreeks tot in het tumorweefsel gaat en op deze manier het gezwel behandelt. Goedaardige bottumoren. Hier ga ik in het begin op ingaan. Er zijn eigenlijk veel verschillende soorten van behandelingen, maar in principe zijn het allemaal intralesionele behandelingen. Dat is in feite voldoende voor een goedaardige bottumor. Verschillende types, die ik straks zal illustreren, die we eigenlijk kiezen afhankelijk van het type van de bottumor. Kort woordje zal ook nog gezegd worden over de bone fillers. Wat bedoelen we daarmee? Als we een goedaardige bottumor behandelen, zitten we eigenlijk op het einde, als de tumor is uitgekrapt en weggenomen met een holte in het bot. En daar zijn verschillende materialen ter beschikking, afhankelijk van het volume van de holte in het bot, om die holte nadien terug op te vullen. Adjuvante technieken, dat bedoelen we dan peroperatieve technieken. Dit heeft hier een andere betekenis dan de adjuvante radiotherapie of chemotherapie, want we zitten in een benigne setting, dus die adjuvante radio- of chemotherapie zijn hier niet aan de orde. Hier een paar voorbeeldjes van translesionele behandeling. Dit is een eenvoudige botkist en dit is eigenlijk een mooi voorbeeld, want die komen vaak in de proximale humerus voor. En met MRI kan men eigenlijk vrij goed zien dat het letsel kistisch is, aangezien er alleen maar aan de periferie wat aankleuring is na het toedienen van contrast. De behandeling, en dat is niet exclusief de juiste behandeling, het is gewoon de behandeling waar wij in Pelleberg de meeste ervaring mee hebben, is de punctieaspiratie en corticoïdinfiltratie. Dat gebeurt percutaan, er komen geen littekens aan te pas, met naaltjes, wel met een patiëntje onder narcose. En dan worden eigenlijk voortgaande op de NMR en hoeveel verschillende zones men in de kisten heeft geïdentificeerd, worden eigenlijk twee naalden per kistencomponent ingebracht. Hier zitten we uiteindelijk met 6 naalden. Men ziet het letsel stilletjes aan opklaren naarmate het vocht eruit geaspireerd is. Dan kan men de vulling van het letsel controleren door het contrast in te spuiten. Wordt dat allemaal uitgespoeld. En dit is eigenlijk een laatste beeldje wanneer er wat cortisone in de holte is ingespoten. Men kan natuurlijk, hier zal waarschijnlijk 15 of 20 milliliter vocht uitkomen. Men geeft niet zoveel cortisone, men vult dat aan met fysiologisch. En dan is dit eigenlijk de evolutie die men ideaal zou kunnen zien. Ondertussen is het kind gegroeid. Hier komt het letsel op kortere afstand van de groeischijf. Hier zijn we enige tijd verder. Het bot is mooi normaal verder gegroeid. En men ziet eigenlijk dat het expansiele aspect van het bot is stilletjes aan geregresseerd. En daar waar het letsel hier osteolytisch doorschijnend was, is er eigenlijk stilaan gewoon door die corticoïdinfiltraties meer en meer bot ingekomen. Voor goedaardige bottumoren volstaat het soms bij wijze van behandeling om een incisiebiopsie te nemen. Bij mijn weten is dat maar bij één goedaardige bottumor en dat is de lange randcel histiocytose. Dat is gekend als men daar een biopsie neemt dat het letsel eigenlijk vanzelf zou kunnen uithelen. Hier hebben we de humerus van een klein jongetje, heel veel oedeem en dan hier het letsel dat men daar ook radiografisch kan zien. Hier een illustratie van de biopsie. En we zijn nog niet ver genoeg. Het kindje is nu bij de kinderoncologen. Die hebben nog geen controleradiografie genomen, maar wel al een NMR. En we zien eigenlijk dat een deel van het oedeem al verdwenen is, dat het letsel meer georganiseerd is. En hier ziet men de sequel van mijn biopsie. Maar eigenlijk, de zaak is al min of meer onder controle aan het komen, gewoon door er een biopsie uit te nemen. Door hun vorm lenen sommige letsels zich tot wat men een resectie zou kunnen noemen. Hier hebben we weer het beeld van een osteochondroma, een solitair osteochondroma. Die hoeven niet verwijderd te worden, heb ik daar juist gezegd, maar
Deze bijvoorbeeld. Hier onderaan kan u de aanzet van het osteochondroma zien. En hierover ligt de musculus vastus medialis. Bij iemand die veel sport en activiteiten doet, kan u zich voorstellen dat dat letsel daar eigenlijk in prikt en kwetsuren en klachten van de spier geeft. Het letsel zelf is niet pijnlijk, maar wel de frictie met de overliggende musculatuur. En wat er dan gedaan wordt, is eigenlijk proberen zo goed mogelijk aan de basis dat letsel te verwijderen. Een andere vorm van resectie. Ik moet wel zeggen, dit was hier een uitzonderlijk geval, maar het was een meisje, 8 of 9 jaar oud, denk ik, dat al meerdere jaren klachten had in het onderbeen en waar uiteindelijk een osteoïd osteoma is vastgesteld. Ik weet niet of dat jullie het kunnen zien, maar die fibula is eigenlijk ongeveer zo volumineus geworden als de tibia. Heel sclerotisch. We zitten hier in die sclerotische zone. En daarin bevond zich een zeer langgerekt osteoïd osteoma. Normaal gezien, en dat is mijn volgende dia, gaan we eigenlijk alleen de nidus opzoeken, het letseltje zelf, en gaan we dat uitcurateren. Maar in dit patiëntje is geopteerd om een stuk, of eigenlijk het aangetaste stuk fibula, volledig weg te nemen, daar botendjes in te steken. En men ziet na een jaar dat hier eigenlijk spontaan een nieuwe fibula is ontstaan. Hoe kan dat? Dat lukt alleen bij kinderen. Dat zou bij ons niet lukken. Maar als u bij kinderen extra periosteaal een stuk bot wegneemt en men laat het periosteum aanwezig, dan vormt dat eigenlijk een nieuw stuk bot. Dus dat is iets dat men bij kinderen kan doen. Hier hebben we dan de klassieke behandeling van een osteoïd osteoma. Klein letseltje met veel omgevende reactie. En gewoonlijk is het voldoende om gewoon de nidus, het weefsel uit de nidus van dit letsel, uit te curateren. Ik weet niet of dat jullie het kunnen zien, maar er zit een heel klein luchtbelletje. Dus het is een CT onmiddellijk na de ingreep. En in feite is dat voldoende om de klachten te laten verdwijnen. Dan komen we aan de curettage. Dat is misschien wel de meest gebruikte techniek voor een goedaardige bottumor. En het prototype voorbeeld van een translesionele behandeling. Men benadert het bot. Op een of andere manier moet het letsel opengemaakt worden. En dan worden echt curettes, soort lepeltjes van verschillende grootte, gebruikt om die tumor die daarin zit eruit te lepelen, schrapen, curetteren, hoe je het ook wilt noemen, tot men eigenlijk een grote holte in het bot overhoudt. En dan komen we aan de topic van de bone fillers. Wat kan men erin steken? Wel, afhankelijk van het volume van de holte wordt soms ingeschat dat de holte niet ingevuld moet worden. Dat is mogelijk. Zijn het grotere defecten, dan kan men bot of afglijden daarin plaatsen. Autologe botenten genomen ter hoofde van het bekken. Maar daar kan men natuurlijk niet zoveel oogsten. En dat geeft een extra incisie en extra pijnklachten. Dus dat hebben we eigenlijk de gewoonte om dat niet zo vaak te doen. Allografen kan gebruikt worden. Vrij klassiek, gemalen femurkoppen van de heupchirurgen die achterhand gehouden worden en gebruikt worden. Of geliofiliseerde, gevriesdroogde botenten. Dat is wat wij bij voorkeur gebruiken en eigenlijk een goed resultaat geeft. Naast bot kan ook cement gebruikt worden, beencement. Het voordeel daarvan is dat dat een onmiddellijke stevigheid geeft. En ik zal u straks een illustratie tonen waarin dat nuttig kan zijn. En dan zijn er ook nog heel wat synthetische producten op de markt waar het eigenlijk over een big business gaat en waar ik soms een beetje mijn twijfels over heb. Adjuvante technieken zal ik straks ook nog op terugkomen. Dit is hier eerst een voorbeeld van een jonge man tegenaan het einde van de groei, de groeischijven. Men ziet het litteken nog, maar ze staan al niet zo open niet meer. En hij vertoonde daar, mediale zijde distale femur, een aneurysmale botkiste. Dit is een beeldje na grafting. Dus er zijn geliofiliseerde botenten gebruikt nadat de holte was uitgecurateerd. En dan ziet men eigenlijk, als men enige jaren wacht en dan nog eens een controleradiografie neemt, dat bot, men blijft dat altijd zien. Dat blijft een soort van litteken in het bot, maar dat er eigenlijk zeer mooie ingroei en ombouw is opgetreden van die botenten. Dit zijn twee voorbeelden van mensen met een reusceltumor van het bot. Proximale tibia, distale femur.
dat zijn volwassenen. Je ziet geen groeischijven meer. En die letsels, typisch, die komen tot in de epifyse van het bot. Het stuk bot dat het dichtst naar het gewricht toe is gelegen. En eigenlijk daar heb je graag na de behandeling een onmiddellijke stevigheid, omdat er enige vrees is, niet onterecht, dat dat tibia plateau zou kunnen inzakken of dat die condyl zou kunnen inzakken. Dus dan vullen we eigenlijk, dat is een spannende zaak, maar die holte op met cement tijdens de ingreep, al dan niet met schroeven erbij. Hier enkele illustraties van de synthetische bone fillers. Er zijn er heel veel op de markt. En voor deze voordracht dacht ik eigenlijk om ergens een overzichtje voor jullie te zoeken. Maar ik ben op dergelijke overzicht gestoten. Heb ik gehaald uit de AOS. En dus dat is een overzicht van 6 bladzijden. Onleesbaar, maar dat is ook niet de bedoeling. Maar ene achter andere product wordt hier opgesomd van allemaal verschillende firma's. Dus eigenlijk echt big business. Wordt ook in de traumatologie gebruikt en in de rugchirurgie. Maar wij zijn daar niet zo voor en gebruiken liever het gliofiliseerde bot. Dan nog een kort woordje over de adjuvantia. En dus nogmaals de lokale adjuvantia die we gebruiken tijdens de ingreep voor een goedaardige bottumor. En dan gaat het vooral over de behandeling van reusceltumoren van het bot, omdat die het meest agressief zijn en dat die eigenlijk niet meer echt als goedaardig te aanzien zijn, maar eerder als borderline. Gebruikt men geen adjuvantia, dan is het lokaal recidiefrisico bij dergelijke tumoren ongeveer 30%, wat eigenlijk veel is. Maar het letsel is toch niet, ja, niet gevaarlijk, niet agressief genoeg om daar een wijde behandeling voor te doen. Dus dan zijn we eigenlijk heel blij als het technisch mogelijk is om adjuvantia te kunnen gebruiken. Frezen, daar moet u zich niet al te veel bij voorstellen. Wij gebruiken een klassieke bolfrees. En als het mogelijk is om in de holte te gaan en als er nog voldoende bot aan de wand over is, dan houden we er eigenlijk van om een deel van die wand nog weg te frezen voor het geval zich daar in kleine spleetjes en krochtjes nog een paar tumorcellen zouden bevinden. Fenolisatie, hetzelfde principe, maar op basis van fenol en niet mechanisch. Maar als het mogelijk is, dan gaan we ook de holte gedurende enkele cycli van telkens 1 minuut met fenol vullen in de hoop dat dat fenol ergens in bepaalde spleetjes nog tussen kan waar er eventueel na de curettage nog wat tumor zou achtergebleven zijn. Cryotherapie heb ik gezien in MSKCC New York, wordt ook vaak in Nederland gedaan, doen wij niet. Maar het principe is daar hetzelfde. Dit product wordt in de holte in het bot ingebracht. En dan heeft men ook de bedoeling dat eventueel achtergebleven tumorcellen hierdoor doodgevroren en geneutraliseerd worden. Op deze manier zijn we bij de categorie van de maligne bottumoren aangekomen. In een van de eerste slides heb ik al aangetoond in 2002 bij de WHO-classificatie dat men er 25 verschillende soorten had onderscheiden. In feite zijn er 3 primaire maligne bottumoren die veruit de meest frequente zijn, alhoewel die ook nog zeer zeldzaam zijn. Maar dat zijn osteosarcoma, Ewing-sarcoma en chondrosarcoma. Dit is een overzicht die je dus eventjes al overlopen. Bij dergelijke is het absoluut uit den boze om een translesionele of intracapsulaire behandeling te doen, want dan gaat er gegarandeerd lokaal recidief optreden. Dus daar is er nood aan een wijdere sectie met negatieve sectievlakken. Meestal komt het erop neer dat men dus niet tot in de tumor gaat, maar dat men ergens identificeert waar de tumor zit en dat men een zeker segment van het bot volledig wegneemt. En dan komen we eigenlijk aan het volgende. Soms is dat nodig, soms niet. Maar als een heel segment bot weggenomen is, stelt zich natuurlijk de vraag om de functie van het lidmaat te herstellen, welke reconstructieve mogelijkheden er zijn. Mogelijke neo- of adjuvante behandelingen. Dan heb ik het niet over lokale behandelingen, maar wel degelijk over systemische chemotherapie of lokale radiotherapie. En de indicaties daarvoor verschillen zeer sterk volgens deze 3 types van tumoren.